zijn niet zoveel doktersmusea in Nederland. Hè? Heb ik overgenomen van een huisarts die 75 was in 1985. En ik was toen heel jong. Ik doe dat dus met een stuk of 15 tot 20 vrijwilligers. Hè? En daar hebben wij een soort opzet gemaakt. Ik begin met een soort college van een half uur en daarna leid ik de mensen rond. Dat hebben een aantal mensen van mij overgenomen. Die worden een beetje gecoacht door mij, hè, van wat we moeten vertellen. Ik geef dan 36 rondleidingen per jaar. We geven er samen 180. Hè. Die mensen die doen het net zo goed als ik, hoor. Je praat altijd gauw over mijn museum, maar het is wel mijn kindjes een beetje. Ja. Dit is de tandarts. En het mooiste voorwerp, ja, dat geloof je, die heb je natuurlijk niet gevonden. Want dat is die stoel. Kijk, dit is een stoel die door een huisarts gebruikt. En die heeft hij gebruikt van 1948 tot 1974 in. En gewoon een kapstoel met een verlengde zit, hè? Zodat je, als je die rotte kies uittrekt, zodat je niet zo gauw omvalt. Hè? Ik was 15 jaar lid van de historische club in maart 1965. En toen begon dat. Ik zat op een klein seminarium in Breda. Ik ging mijn kwartierstaat maken. Ik ging tijdschriften doornemen. Ik schreef aardrijkskundig woordenboek over. Wat weten we nou over Alphen? Mijn stelling is altijd geweest, als je iets met geschiedenis wilt doen, dan moet je er al 10 jaar mee bezig zijn. Wil je er iets mee kunnen, hè? Wil je iets nieuws toevoegen? En dat klopt wel aardig, denk ik. De eerste 10 jaar heb ik dat eigenlijk allemaal verzameld. Hè. Toen ging ik medicijn studeren en toen kwam de geschiedenis van de geneeskunde in beeld. Ik haalde energie uit een hobby. Dus ik zeg, als ik zaterdags nou even een rondleiding doe, dan zeg ik, nou doe jij dat er allemaal bij? Ik zeg, heerlijk. Rondleiding doe liefst zondags ook nog één en dan ben ik smalens weer helemaal vers. Dan maak ik het toch een beetje levend voor ze. Hè? Ik denk dat het voor de mensen voorstelbaar is als je wat anekdotisch kunt vertellen. Voorlopig in onze gemeente maken we al tamtam genoeg en dan noemen we dat de Goolse geheimen. De Goolse geheimen zijn eigenlijk alleen maar wat onbekende maar karakteristieke plekjes. En oude mensen zeggen, oh ja, dat weet ik nog. Maar ze weten er maar 2 zinnen meer van te vertellen. Hè? En wij zorgen dat daar een verhaaltje bij komt. Mensen houden ontzettend veel van anekdotes, dus ik zeg vaak, alles wat ik vertel, hoeft jij het niet per se te weten om ongelukkig te zijn, want het is wel leuk om te horen. We staan hier in het belevingsbos tegenover schijnvliegveld de Kiek. De Duitsers hebben al in juni 40 dat bos gekaapt en daar een schijnlandingsbaan aangelegd. Wij probeerden dus de vijand te lokken om daar nodeloze bombardementen uit te voeren. We zijn hier aan Nieuwerdersweg ingeworden bij het heemhuis, de Schetsboom. We staan 70 jaar als vereniging, de erfgoedvereniging Goorlen. Daar is een wonderlijk mooie variatie aan vaandels en vlaggen te zien. Daar kun je de geschiedenis van aflezen. En dan nog op een mooie manier. Hè. Dus, er zitten vaandels bij van 1900, dat jaartal erop, hè, dat arbeiders zich gaan verzamelen. Dus we zien hier ook die vereniging ontstaan, vakvereniging ontstaan. En dat verenigen kunnen we laten zien. En daar zijn ze nog prachtig ook, wat wil je nog meer? Vorige week was de gemeenteraad hier te zeggen, kijk eens iets voor jullie, matigheid, spaarzaamheid, naaste liefde. Dat zijn nog deugden die we tekort komen bij onze raad. En hier zag je de eerste verwaarlozing komen. Dus de kruisen die waren omgevallen. Oude foto's is ook een van mijn zwakheden, zeg ik. Ik heb de afgelopen jaar foto's gevonden van de molens van Alphen. Waar ik 50 jaar naar gezocht heb. Dat is voor mij bijna onvoorstelbaar. En die komt twee jaar geleden komt die uit de collectie. Dat niemand weet waar die thuis hoort. Wordt een suggestie gedaan. En ze laten die aan mij zien. En ik zie de contour en de lijn van de bossen. Ik zeg, dat is Alphen. Waar komt die vandaan? Hoe is het mogelijk? En dan kan ik hier gaan juichen. Dat ze hier ook niet begrijpen waar ik zo blij om ben. Maar dan, ja, dat vind je dan prachtig. Hè? En dan komt eigenlijk terug bij een van mijn eerste hobby's in mijn studententijd. Toen struinde ik alle Kempische dropstores af. Met de fiets, met de auto. En dan maakte ik een foto van die kerktoren. Ja. Ik heb militaire dienst en dan zei ik tegen mijn sergeant, eerst weg rechts en dan meteen naar links. Dat kan niet, er staat alleen maar een kerktoren. Ik zeg, die moet ik even hebben. En dat is wel eens een ultieme wens van mij, nou, dat zou ik wel eens een mooi boek van willen maken. Dat is zoiets moois, de Kempische dorptorens, daar weet ik ook heel veel van. Ik kan ook moeilijke keuzes maken. Dus mijn vrouw zegt, zeg nou eens een keer nee, zegt ze dan af en toe. Ik zit hier ook bij veel clubs hoor, ik ben geen genealogische club, ben ik eergisteren geweest. En dan zegt ook iemand, god zie ik jou hier ook al. Ik zeg, ja, je moet dan bijhouden.